Maakt niet uit. Zullen we zwart doen? Ja. Ik ben in het zwart. Hey, u hoort mij, wat leuk. Nou, mijn naam is dus Rita Beinelt en ik ben vandaag de moderator. Dus ik ga deze avond begeleiden met jullie. En we zijn hier natuurlijk om te kijken naar de vraag. Wat is de vraag ook alweer? Wie maakt jouw huis schoon? Wie maakt jouw huis schoon of wie betaalt de schoonmaker? Vinden jullie allemaal dat huishoudelijk hulp evenveel rechten heeft? Huishoudelijk werk evenveel rechten heeft als bijvoorbeeld administratief werk of werken in een ziekenhuis? Kom maar binnen, welkom. Hallo. Ik neem aan van wel, hè? Wie denkt dat het ook goed geregeld is? Wie denkt van nou het is goed geregeld? Niemand, hè? Nee. Zien we allemaal bekenden? Jullie mogen ook hier zitten, hoor. Ja. Het is dus nog helemaal niet goed geregeld. Huishoudelijke hulp of huishoudelijk werk is heel vaak zwart verdiend. Er zijn geen rechten. Heel vaak wordt het niet doorbetaald bij ziekte. En er is ook geen vakantieverlof. Dus er wordt ook niet doorbetaald bij vakanties. En dan heb je allerlei organisaties die erin springen. Maar hebben die wel nut? Voor deze avond hebben wij een hele leuke avond voor jullie samengesteld. Samen met Clara Wichman. We gaan het straks hebben met Niels. Niels Jansen, die zit daar, die gaan we straks naar voren roepen. Over een onderzoek wat hij in Europa heeft gedaan, naar allerlei landen, hoe het daar geregeld is. We gaan straks een leuk panel tegemoet en ik ga straks eerst een interview doen met Natalia, die zit daar. Hoi. Hi. Hi. Maar ik wil graag dat u toch een paar termen onthoudt. En we gaan het vaak hebben over ILO. En ILO, dat klinkt heel leuk, maar ILO staat voor International Labor Organization. En dat was om de rechten zichtbaar te maken van huishoudelijk werk. En dat ze dezelfde rechten kregen. Gewoon doorbetaald worden bij ziekte. Dat het geratificeerd wordt in het land. Maar Niels gaat er straks nog heel veel meer over vertellen. En dan hebben we ook nog commissie Kalfsbeek. En de commissie Kalfsbeek heeft advies gegeven aan de minister om het door te zetten hier in Nederland. Maar daar gaan we ook nog uitgebreid met Niels over praten, toch? En daarnaast hebben we ook nog een derde term. En dat is wet dienstverlening aan huis. En het is een wet. En als ik aan een wet denk, denk ik meestal aan boetes. Maar deze wet gaat erover dat als je huishoudelijk hulp krijgt, bijvoorbeeld aan huis of huishoudelijk werk, dat dat heel erg in het informele circuit is. Dus heel vaak is het ook zwart betaald. Heel veel ongedocumenteerde mensen doen het. En daar moet ook wat aan veranderd worden. En daar gaan we ook met Natalia over praten. Heeft u er een beetje zin in? Het is wel nuttig dat u hier bent, hè? Ik wil beginnen met een mooie quote. En die quote luidt, en ik heb hem uit mijn hoofd geleerd, maar ik ga het toch even spieken hoor. Overal op welk gebied dan ook, is de ware verhouding altijd tussen die van vrije mensen. Dus overal, op welk gebied dan ook, is de ware verhouding altijd tussen die van vrije mensen. Dit is een mooie quote, hè? De ware verhouding tussen vrije mensen. Dit is een quote van Clara Wichman. En dit is mede georganiseerd door Clara Wichman. En ik wil die quote heel graag vertellen, omdat ik vind dat die heel belangrijk is. Maar zij is ook eerst een van de eerste vrouwelijke juristen die zich hiermee bezighoudt. Met vrouwenrechten. En ook in Nederland is dat nog steeds heel erg belangrijk. Want heel veel, als we uitgaan van een heteronormatief gezin, heel veel huishoudelijke taken of heel veel zorgtaken komen nog altijd op de vrouw. En er is een gender pay gap. Vrouwen en mannen krijgen niet evenveel betaald. En bij de geboorte van het eerste kind gaat het salaris of de inkomsten van een vrouw met 40% omlaag in Nederland. Dat zijn allemaal zaken waar we het over moeten hebben. Ik wil graag Aniek de Ruiter naar voren roepen van bureau Clara Wichman. Mag ik een daverend applaus? Ja, nu moet ik ook. Nee, is goed. Ja, bedankt dat u allemaal hier aanwezig bent. Vinden we hartstikke leuk en ook heel erg belangrijk. Eigenlijk is het probleem van het niet erkend worden van huishoudelijk werk eigenlijk al heel erg oud. Dat is niet nieuw en wij zetten dat ook niet nieuw op de kaart. Het Proefprocessenfonds, Clara Wichman, de vereniging Vrouw en Recht die hier ook is, die heeft zich hier al een heel tijd mee bezig gehouden. Onder andere ook in de Alfa-hulpenzaak, Mark Fijn, die gaat er zo meteen wat over vertellen. Dus het is eigenlijk een oud probleem.
dat we hebben gezegd, of dat we met elkaar steeds maar blijven zeggen of doen, dat huishoudelijk werk is geen volwaardig werk. Mensen die iemand in de huishouding hebben werken, die betalen niet voor bijvoorbeeld de ziektekosten, hè, of sociale lasten. Omdat men daar nou eenmaal eigenlijk dat ja, niet de moeite... Of althans, men kan dat niet opbrengen, zegt men. Terwijl voor ander werk kan men dat wel. En wij hebben een onderzoek laten doen naar de regeling dienstverlening aan huis. En de regeling dienstverlening aan huis was eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de huishoudelijke taken die een ander ook kan doen, dat die overgenomen konden worden, maar dat er wel het zwart werk eigenlijk zoveel mogelijk werd voorkomen en dat er wel iets aan een minimum van rechten werd georganiseerd voor mensen die dat werk deden. Vervolgens werd die regeling dienstverlening aan huis ook gebruikt, bijvoorbeeld in de zorg, en voor allerlei taken wat eigenlijk uitbesteden overheidstaken waren. Dat betekende dus dat er mensen in dienst waren van de overheid of werk uitvoerden wat normaal een zorgtaak was, maar dan wel niet tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Daar is bijvoorbeeld in de zaak van de Alfa-hulp is daar al iets aan gedaan. Maar dat is nog steeds het geval. En uit ons onderzoek, wat we vandaag ook gaan presenteren, blijkt ook dat bijvoorbeeld voor PGB-nemers het nog steeds zo is dat die regeling dienstverlening aan huis van toepassing is. En die regeling dienstverlening aan huis zorgt er dus voor dat mensen niet gelijke aanspraken hebben op arbeidsbescherming als gewone werknemers. Dat is voor ons een heel erg belangrijk probleem. Maar er zijn uiteindelijk in Nederland iets van 1 miljoen mensen die in de huishouding werken, waaronder ook veel mensen die ook geen verblijfstatus hebben. Dus die kunnen op allerlei manieren eigenlijk nog veel verder uitgebuit worden. Of althans, hun rechtspositie is niet beschermd. Dus het is eigenlijk een veel groter probleem dan het probleem wat wij hier vanavond aankaarten. En het is ook een probleem dat gaat over solidariteit tussen verschillende groepen, verschillende klassen. Want waar het de bedoeling is dat vrouwen aan het werk gaan en dat de zorgtaken thuis worden opgevangen, het huishouden wordt opgevangen, komt het dan dus aan een andere groep vrouwen, dat werk komt dan voor aan een andere groep vrouwen. En eigenlijk vinden wij ook vanuit het bureau dat het belangrijk is dat er solidariteit is tussen die groepen. En dat we ook zeggen, ja, als vrouwen inderdaad allemaal de arbeidsmarkt opgaan, dan moeten we er ook voor zorgen dat de vrouwen die het werk thuis opvangen ook goed een goede arbeidspositie hebben. Ja, dus dat is eventjes een beetje de achtergrond van waar we mee bezig zijn en ook van het onderzoek wat we hebben gedaan, maar wat er specifiek allemaal in het onderzoek naar voren is gekomen en wat er verder allemaal nog aan problemen zijn rondom huishoudelijk werk en zwart werk, gaan we het de rest van de avond over hebben. Mag ik een daverend applaus voor Aniek? Zonder bureau Clara Wichman was dit initiatief. Hallo, welkom, wat leuk dat jullie er zijn. Hallo allemaal. We hebben hier nog een plek en ik zie daar nog een plekje. Oh, wat leuk, wat zijn wij toch weer vol. Goedenavond. Mag ik naar voren roepen? Natalia Robledo Contreras. Mag ik een applaus? Wil je zitten? Ja? Wil je staan prettiger? Wil je een eigen microfoon? Ja? Oké, alsjeblieft. Welkom Natalia. Ik zie dat jij een ontzettend mooi t-shirt aan hebt. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, dit is de t-shirt met het logo van de Migrant Domestic Workers van de FNV. De Migrant Domestic Workers zijn de voornamelijk ongedocumenteerde leden die huishoudelijk werk doen in huizen of oppaswerk doen. Dus kinderen oppassen, maar ook de tuinen schoonmaken, op huizen zelf oppassen als mensen op vakantie zijn, honden uitlaten, noem maar op. Dus alles wat. En waarom is het belangrijk dat er zo'n groep bestaat, Domestic Migrant Workers? Het is belangrijk dat de migrant domestic workers bestaan, omdat het een minderheid vertegenwoordigt van ongedocumenteerde mensen die je normaal niet ziet. Je hoort ze ook niet, je hebt er geen last van, want de ongedocumenteerde mensen zijn gefocust op werken, van huis naar werk en geen problemen krijgen met de justitie, met de politie, omdat je als je aangesproken wordt door politie
of iemand van de overheid je gedeporteerd kan worden. Jeetje zeg, dus dat brengt eigenlijk een soort angst over je heen. Ja, je loopt constant in angst. Je kijkt de hele tijd over je achterom. Ja, over je schouder kijken. Over je schouder kijken, dat je geen problemen veroorzaakt en ook niet in de problemen komt. Nee. En nu wil ik het even op jou specificeren. We hebben van tevoren al wat doorbesproken door de telefoon. En jij zei, eerst was ik ook ongedocumenteerd. Ja. En sinds januari dit jaar ben je gedocumenteerd. Ja, ik ben... Gefeliciteerd daarvoor. Dank je. Nog een applausje voor haar. Hartstikke gefeliciteerd. Hoe was het om ongedocumenteerd aan het werk te gaan? Zou je me kunnen meenemen hoe dat voelde? Nou, ten allereerste, ik ben 17 jaar ongedocumenteerd in Nederland geweest. Mijn ouders hebben de keuze genomen om hier naartoe te immigreren. Het was niet mijn keuze, ik was toen 7. Vanwege de rechten van het kind mag je als ongedocumenteerde naar het onderwijs. Ik mocht naar het basisschool en naar de middelbare school. Ik heb de VWO afgerond, maar daarna was ik 18 en mocht ik niet verder. Ik wist dat ik na het VWO in de schoonmaak terecht zou komen als ik geen papieren zou krijgen. Dus dat is ook gebeurd. Niet alleen als schoonmaker werken, maar ook je hele leven leef je in een constante angst. Sorry. Nee, het is heel goed dat je dit zegt. En ik wil je ook dankjewel zeggen dat je dit wilt delen met ons. Omdat het heel belangrijk is. Heel veel mensen denken hier heel licht en luchtig over. Maar zo licht en luchtig is het niet. Nee. En jouw verhaal is hier essentieel. Dus ik vind het echt top dat je hier bent. Ik vind het top dat je dit allemaal wilt vertellen. Dus dankjewel daarvoor. En het is heel belangrijk. En jouw emoties doen er ook toe. Ja? Dankjewel. Het is heel belangrijk dat... Dat mensen, als ze ongedocumenteerd zijn, ook durven te zeggen dat ze het zijn. Want meestal, grotendeels, 90% van de tijd, durven ze het ook niet te zeggen. Ze durven ook niet lid te worden van de vakbond van de migrant domestic workers. Omdat ze bang zijn dat hun werkgever ze dan gaat ontslaan. En als ze ontslaan worden, hoe gaan ze dan de huur betalen die ze ook nog zwart moeten betalen? En dan 3000 euro per maand zijn met exclusieve kosten van gas, water en gaswater. Er wordt heel veel misbruik gemaakt. Ja, dus je leeft in een constante misbruik van je leven. Ja. Terwijl je eigenlijk niks verkeerd doet. Want je hebt als mens het recht om te leven. En, nog een keertje, je hebt als mens het recht om te leven. Ja, om te bestaan. Om te bestaan. Ja. Je overtreedt de wet wel door hier illegaal, want zo noemen ze het, illegaal hier te wonen. Maar je komt niet hier om de migrant domestic workers komen hier niet om misbruik te maken van de samenleving. We komen niet hier om sociale hulp aan te vragen of van de staat te leven. Wij komen hier om te werken als schoonmakers en te overleven, net zoals iedereen hier. En daarmee helpen we ook de mensen voor wie we werken. Wij werken voornamelijk voor de vrouwen, voor de huisvrouwen. Want zij zijn degene die naar werk willen gaan en niet op hun kinderen kunnen passen. Ik pas op kinderen nog steeds sinds ze geboren zijn. Ik ben hun tweede moeder. Ze noemen me ook soms mama. En dan moet je ze corrigeren, want je wilt de moeder zelf geen pijn doet. Nee, het is heel belangrijk en emotioneel verbonden werk wat jij doet. Want je komt letterlijk in iemands huis, met iemands kinderen, kostbaarste bezit. Dus jij verdient ook de credit en het recht om gelijkwaardig bejegend te worden. Precies. Wat betekent voor jou ILO? Waarom is dat zo belangrijk? De ILO is heel erg belangrijk, want het is internationale organisatie die verdragen uitvoert op gebied van arbeid en op internationaal gebied. Nederland is als een van de eerste landen begonnen om het huishoudelijke werk te laten erkennen over de hele wereld. Dan ontstaat er een conventie bij de ILO, die de conventie 189 heet. Maar zelf implementeren ze het niet, omdat ze vinden dat Nederland de regels goed heeft. Ja, dus Nederland vindt van zichzelf dat ze het heel erg goed doen. En nu is er zo'n ILO-conventie. Jij was toen ongedocumenteerd, nu ben je gedocumenteerd. Wat houdt dat in voor jouw huishoudelijke werk?
Omdat ze de ILO, de conventie 189, nog steeds niet hebben geïmplementeerd, heb ik er nog steeds niks aan. Je hebt er dus nu ben jij gedocumenteerd. En luister goed, nu heeft ze er nog steeds niks aan. Nee. Wat houdt dat in voor jou in de praktijk? Nou, in de praktijk houdt het in dat ik nog op dezelfde manier aan het werken ben als toen ik ongedocumenteerd ben. Ik heb aan mijn werkgevers gevraagd of ze een contract voor me willen. Of we een contract kunnen afsluiten, dat willen ze dus niet. Daar zijn ze ook met de wet dienstverlening aan huis ook niet aan verplicht. Ik heb nog steeds geen bescherming op mijn arbeidsplek. Ik loop constant het risico elke dag met de schoonmaakmiddelen die ik gebruik. Ik moet elke dag 2 trappen naar beneden met de emmers vol met de schoonmaakmiddelen. Want het is ook niet verzekerd. En dat is allemaal niet verzekerd. Nee. En dat is best wel pijnlijk. Jullie slogan is ook respect, ja. Zichtbaarheid en erkenning. Ik weet niet of het in de juiste volgorde is, maar dat ik 3 woorden heb onthouden vind ik al heel knap. Kun je mij vertellen, wat houden die 3 woorden in voor jou? Die 3 woorden zijn voornamelijk voor de erkenning. Erkenning van de werker, ongeacht je gedocumenteerd of ongedocumenteerd bent. Als je het al moeilijk hebt om schoonmaker te zijn als je gedocumenteerd bent, moet je je voorstellen hoe moeilijk het is als je ongedocumenteerd bent. Als je ongedocumenteerd bent, heb je constant de risico om opgepakt te worden, om gedeporteerd te worden. Wat doe je dan met je kinderen? Als ik kinderen zou hebben, ik loop in de war. Als mijn ouders werkten als schoonmaker en ik ging naar school. Als zij gedeporteerd zouden worden, wat had ik? Wat zou de Nederlandse staat dan voor mij hebben gedaan? Niks. Nee, ze zouden ook gedeporteerd hebben. Ja. En dat is de constante risico die ongedocumenteerde huishoudelijke werkers hebben. En wat wij vragen is erkenning. Erkenning dat wij bestaan als mensen. Wij zijn werkers die een onderdeel zijn van de samenleving. Van de Nederlandse samenleving en de economie. En wat wij willen is erkenning en zichtbaarheid. Dat jullie weten, als wij zeggen migrant domestic workers. Ja, ik weet wat dat inhoudt en dat ze erkenning en respect willen. Heel mooi, ik vind het prachtig. Mag ik een applausje voor Natalia? Sinds kort studeer jij ook? Ja. Mag ik vragen wat je studeert en waarom? Ik studeer Law in Society aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ja. Ik heb mijn 17 jaar van ongedocumenteerdheid nooit geweten wat ik wou studeren. Daar dacht ik ook niet aan, want je denkt niet aan de toekomst als ongedocumenteerde. Je leeft dag bij dag. Hoe overleef ik elke dag? En toen ik eindelijk dat kartonnen papiertje kreeg van de IND, wist ik dat ik rechten wou studeren. Om mijn mede-ongedocumenteerde collega's te verdedigen, te helpen in alle zaken die nodig zijn. In alle zaken die nodig zijn elke dag in het leven van een ongedocumenteerde. Wat een diepe motivatie heb je daarvoor. Ja. En dat gaat goed. Hoe gaat het nu met jou? Emotioneel gaat het niet zo goed. Daarom dit. Ja. 17 jaar illegaal zijn. Nee, het is goed. Laat een stempel achter. Ja. De mensen die hier illegaal naartoe komen, en illegaal zijn we niet, want we hebben geen recht mens om is te illegaal. Geen juist. Mens is illegaal. Wij zijn ongedocumenteerd, ja. Want we hebben geen papieren. We komen alleen voor een beter bestaan. Je komt voor een beter bestaan en je draagt een steentje bij aan de maatschappij. En dat mag erkend worden, dat mag zichtbaar worden gemaakt en daar mag respect voor worden getoond. Mag ik een daverend applaus van Natalia? Ik vind het heel goed gedaan. Ik wil even herhalen bepaalde belangrijke punten. Ook gedocumenteerd zijn, laat zijn sporen na. Ook al heb je nu wel een papiertje. Ja? Mensen zijn constant in angst als ze ongedocumenteerd zijn. Ze kijken constant over hun schouder en je leeft constant in angst. Je loopt een risico om uit het land gedeporteerd te worden. Ook al ben je gedocumenteerd, uit huishoudelijk werk, heb je nog steeds niet dezelfde rechten. Door wet dienstverlening aan huis.
Het is belangrijk dat we hierover in gesprek gaan. En ik wil u graag voorstellen aan Niels Jansen. Mag ik een applaus voor Niels Jansen? Kom maar hier. Ja, je mag zitten, je mag staan. Je mag vliegen, het maakt mij allemaal niet uit. Niels? Heb ik een eigen microfoon ook? Of nou, je mag van mij een eigen microfoon. Een mooie blauwe, omdat het mooi past bij je jasje. Hè? Een beetje aan de mode doen we ook. En je past ook gelijk bij Natalia, want zij heeft ook een blauw shirt aan. Hè? Hij staat aan, ja. Niels, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, geen dank. Vertel eens even, wie en wat ben je eigenlijk? Nou, het staat er al. Mijn naam is Niels Jansen en ik ben onderzoeker aan de faculteit, aan de rechtenfaculteit, om maar simpel te zeggen, van Amsterdam. Universiteit van Amsterdam. Niet waar Natalia studeert. Want nee, dat is duidelijk, Niels. Dat is onze concurrent, maar dat vind ik niet erg hoor. En ik ben ook docent, arbeidsrecht. Dus ik, twee van mijn studenten, voormalig studenten, zitten hier ook in de zaal. Dat vind ik heel leuk. Wat leuk, wat hartstikke leuk. Niels, jij hebt een onderzoek gedaan. Wat voor onderzoek heb je precies gedaan? Ja, dat is in het kader van een Europees project, zo heet dat. Een aantal landen worden vergeleken met elkaar. De rechtse, hoe het dan juridisch zit met groepen werkenden. In dit geval is dat dan de huishoudelijke hulp, noem ik het maar even kort gezegd. Daar valt van alles onder. Hè. De schoonmaker en iemand die zorg komt verlenen, maar ook iemand die op zijn kinderen past. Ik zie mensen hier knikken uit het publiek en die zeggen, ik wil liever huishoudelijk werk. Klopt dat? Huishoudelijk werk? Ja, want hulp, dat klinkt misschien wat informeler en ze willen erkenning worden als werk. Klopt dat? Oké. Terecht hoor. En daar doen we dan onderzoek naar in 10 verschillende landen en dat vergelijken we met elkaar. Dus ook onderzoekers uit andere landen die brengen dan in kaart hoe die rechtspositie is en wat er vanuit de overheid gebeurt en wat er door sociale partners, en dat zijn dan vakbonden en werkgeversorganisaties, gebeurt op dat terrein. En dat vergelijken we met elkaar en we proberen daar lessen uit te trekken. Dus wat kunnen we van andere landen leren op dit gebied? En wat hebben jullie geleerd uit andere landen? Hoe is het daar gesteld met huishoudelijk werk? En hoe is het daar gesteld met de plichten en de rechten? In elk geval dat we in Nederland niet bijzonder zijn, dat we het eigenlijk, dat moet ik even zeggen, niet zo goed geregeld hebben voor het huishoudelijk werk. Hè. Dat we een onderscheid maken in gewone werknemers en het huishoudelijke werk. Dat is in meerdere landen zo. Dus een vorm van klassisme, wat Aniek dus ook al aangaf, dat zie je ook weer terugkomen in Nederland. Ja. En er zijn ook landen die het anders geregeld hebben, die wel dezelfde rechtspositie hebben, of die hebben ervoor gezorgd hebben dat de huishoudelijk werker dezelfde rechtspositie heeft als gewone werkers. En dan zijn er een aantal landen die dat dan alleen op papier zo geregeld hebben. En dan blijkt in de praktijk dat dat heel lastig is op het moment dat je dat niet handhaaft. Dat er dan toch in het zwarte circuit men terechtkomt. Tsjechië is daar een voorbeeld van. Maar ook landen die dat dan wel iets beter geregeld hebben, doordat de overheid daar iets mee doet. En een van die landen was geloof ik Finland, klopt dat? Dat is Finland, en kun je mij vertellen hoe het daar georganiseerd is en geregeld? Die heeft een gecombineerd systeem en dat betekent dat als je dan, stel nou voor ik ben een huishouden en ik heb behoefte aan schoonmaakwerk en ik vraag een huishoudelijke werker om bij mij te komen, dan betaal ik gewoon een tarief wat gebaseerd is op de volledige rechtspositie van iemand, net als een gewone, zoals ik, een gewone werknemer. Maar dan kan ik via belastingvoordelen, op het moment dat ik mijn belastingaangifte doe, dan krijg ik een deel daarvan terug. En dat betekent dus eigenlijk dat de overheid bijdraagt aan het verbeteren van de rechtspositie van de huishoudelijke werkers. Een ander systeem is het vouchersysteem. En dat betekent dat ik dan naar een loket ga en ik koop dan voor 10 euro als gezin een biljet. Even een vignet of een voucher. Die geef ik dan aan mijn huishoudelijke werker. Die gaat daarmee naar datzelfde loket, maar die krijgt daar 20 voor terug. En dat verschil van 10 wordt dan eigenlijk betaald door de overheid. Oké, en Finland heeft dus beide systemen? Ja, Finland heeft beide systemen. Dat werkt redelijk goed. Alleen handhaving is wel problematisch. Maar goed, dat is een kwestie van uiteindelijk is alles een kwestie van geld. Maar dat kun je ook regelen. Ja, wat goed. En even gewoon om te roddelen. Zijn er ook landen die het echt veel slechter hebben gedaan als Nederland? Waarvan je denkt, De Duitse minijobs, daar word ik niet gelukkig van. Maar in Engeland is eigenlijk al het arbeidsrecht slecht. Dus, en daar hebben ze dan een nieuwe categorie gemaakt. En laat ik zeggen, Engeland vind ik toch wel, denk ik, het voorbeeld van hoe het minst goed geregeld is. Ja, hoezo is het daar het minst goed geregeld? De hele sector wordt niet erkend, het werk wordt amper erkend. Er wordt gewoon geaccepteerd dat het in het zwarte circuit zit.
Nee, daar word ik niet gelukkig van als ik het Engelse systeem erbij als ik pak. Zeg commissie Kalsbeek, hè? Dat was voor het ratificeren van het ILO-verdrag. Hoe staat het er nu mee eigenlijk in Nederland? Nou, ja, eigenlijk bar slecht. Na Kalsbeek is er eigenlijk helemaal niets gebeurd. En de conclusie van de commissie, dat was in 2014, die zei, nou, je kunt wel wat doen aan die verbetering van die rechtspositie van die werkers, maar dat kost geld. Dat is 800 miljoen tot 1,2 miljard. Want als je dat met dat vouchersysteem, wat ik net uitlegde in Finland, ja, niet doet, en je gaat alleen maar zeggen, die rechtspositie moet omhoog, dan gaan gezinnen, dat is in ieder geval de verwachting, toch op zoek naar het zwarte circuit, om dan toch te tornen aan de rechten van werkers. Dus, ja, dus je moet met aanvullend beleid komen, er moet geld in gaan. En ja, dat is een politieke keuze, zegt de commissie ook. En die politieke keuze, die valt steeds anders uit. Ja, dat is Natalia heel pijnlijk. Zei dat ook al, het is helemaal niet geactiveerd, helemaal niet geïmplementeerd hier in de maatschappij. En dat heeft echt gevolgen. En daarna hebben we het ook nog, dit is eigenlijk alleen maar over gedocumenteerde mensen. En ongedocumenteerde, die vallen daar eigenlijk helemaal buiten, klopt dat? Nou kijk, die regeling dienstverlening aan huis, het pijnlijke van die regeling is eigenlijk dat je een situatie hebt in ten aanzien van een groep werkenden waarvan de rechtspositie slecht is. En we het allemaal van weten en wat we doen dan vervolgens, dan accepteren we dat er bestaat door het te regelen. En dan leggen we dat vast en dan geven we huishoudens een heel goed gevoel dat wat zij doen niet slecht is. Want het is conform de regeling dienstverlening aan huis. En zolang die regeling bestaat, geeft het huishoudens het goed gevoel om je werker ongelijk te behandelen. Want je zou ook als gezin kunnen zeggen, bijvoorbeeld, ik ga niet het minimumloon betalen, maar ik betaal 20 euro. Ja. En ik zorg ervoor dat ik nog iets meer betaal, zodat je misschien zelf een private verzekering kan afsluiten waarop je arbeidsongeschikt wordt. Maar dat doen huishoudens niet. Ja, want heel veel mensen weten ook niet dat als jij iemand in dienst hebt, dat je dan eigenlijk verplicht bent om door, als je iemand iedere week bijvoorbeeld hebt, niet eenmalig, maar iedere week, dat je verplicht bent om 6 weken door te betalen. Dat heb jij mij uitgelegd. Als iemand en ziek ook wordt. Bij vakanties. Ja, maar om een verschil te duiden met de gewone werknemer. Een gewone werknemer die ziek wordt, heeft op grond van de Nederlandse wet recht op 104 weken loondoorbetaling bij ziekte. En voor de huishoudelijke werker is dat 6 weken. Dus er is wel degelijk een grote mate van klassisme hier aanwezig. En ook omdat het verdrag van Kalsbeek is helemaal niet geïmplementeerd. Nog pijnlijker verschil is misschien wel het ontslagrecht. We hebben in Nederland een heel mooi systeem over ontslagrecht. Ontslagbescherming voor werkers. Ja? En dat beschermt werkers tegen willekeur en tegen onrechtvaardig ontslag. En die ontslagtoets die geldt niet voor huishoudelijke werkers. Jeetje zeg. En wat zou nou een oplossing zijn? Want Finland, zouden we dat ook kunnen implementeren in Nederland? Uiteindelijk is het een politieke keuze. En je kunt uiteindelijk is die regeling dienstverlening aan huis, het zijn niets meer dan een aantal uitzonderingen op bestaande regels. En als je de uitzonderingen schrapt, dan is de rechtspositie gelijk. Alleen daar is het probleem niet mee opgelost. Omdat de mogelijkheid bestaat dat huishoudens in het zwarte circuit op zoek gaan naar een huishoudelijk werker. En alsnog steeds blijven doen wat ze nu doen, te weinig betalen. Dus er zal vanuit de overheid geld bij moeten. En dat is wat ook de commissie Kalsbeek zegt, maar dat is uiteindelijk een politieke keuze. Ja, en wet dienstverlening aan huis. Hoe groot is dat struikelblok? Nou, het is eigenlijk regeling dienstverlening aan huis. Het is, regeling? Ja. Ik heb het niet bedacht. Nou, kijk, die regeling. Kijk, wat heel problematisch ook in die regeling dienstverlening aan huis zit, is dat de huishoudelijke werkers die onder die regeling vallen niet verzekerd zijn voor de sociale zekerheid. Die vallen niet onder de sociale zekerheid. Dus dat betekent als ze werkloos wordt, iemand kan naar het UWV een werkloosheidsuitkering aanvragen, dat geldt niet voor huishoudelijke werkers. Hetzelfde geldt voor de WIA, ziektewet. En daar zit het probleempunt met het ratificeren van het ILO-verdrag. Het ILO-verdrag gaat ervan uit dat alle werkenden recht hebben op die fundamentele basiswaarde, maar zo te zeggen, of de bescherming tegen die sociale risico's. Dus ILO, het International Labour Organization, gaat ervan uit dat volgens de wet ook huishoudelijk werk beschermd wordt. Maar regelgeving dienstverlening zegt in Nederland dat het dus niet zo is. Ja, die maakt onderscheid tussen groepen werkenden. En dan zegt de overheid, die zegt dan, ja, omdat er onderscheid is, kunnen wij niet ratificeren. Met andere woorden, we zijn niet bereid om die rechtspositie gelijk te trekken. En daarom gaan we niet ratificeren. Nee. En op zich is het ratificeren zelf misschien nog niet het probleem. Je moet die rechtspositie gelijk trekken. Daar zit het probleem. En ik wil nog even met jou bespreken. Waarom zouden we die rechtspositie wel gelijk moeten trekken? Ook al zou het ongeveer 1 miljard euro kosten. Nou ja, dat gaat over schoonmakers natuurlijk. Die recht hebben op een
ja, dezelfde waardering en dezelfde rechten zoals... Ja, waarvan we vinden dat dat... Kijk, uiteindelijk het Nederlandse arbeidsrecht zit zo in elkaar... dat je werknemers bepaalde rechten geeft. Omdat we, dat hebben we met z'n allen heel hard voor gestreden. En waarom maken we nou onderscheid in groepen? Waarom vinden we nou dat huishoudelijke werkers niet recht hebben op die... op dat onderdeel, ja, dat is eigenlijk niet goed te verkopen. En het is ook een belangrijke stimulans, ook voor de economie. Want ik bedoel, het dakloze percentage gaat omhoog. Financiële onzekerheid in heel veel gezinnen is er. Dus het is heel belangrijk om dat ook bij huishoudelijk werk zeker te stellen. Nou, dat is ook een beetje een valse drogreden van de regering. Die zegt, ja, als ik het ga reguleren, dan verliezen we eigenlijk alleen maar werkgelegenheid. Hè? Want dan worden de drempels voor huishoudens zo groot dat er minder... huishoudelijke werkers worden aangenomen, of minder diensten worden ingekocht. En dat is ook nog eens slecht voor vaak vrouwen die dan zelf thuis die diensten gaan verrichten. Dat is vaak het argument wat gebruikt wordt om dan maar de rechtspositie van werkers naar beneden bij te stellen. Je zou kunnen zeggen, ik gooi er gewoon 1 miljard tegenaan en het probleem is opgelost. Ja, en 1 miljard klinkt voor mij in ieder geval heel veel. Misschien hebben sommigen van jullie het in je broekzak zitten, maar ik niet. Volgens mij was maar voor de regering valt het wel mee. Dat is toch 2 miljard, die beloning voor, of de belasting op aandeel voor aandeelhouders, toch? Dat was toch 2 miljard? Ja, en ze hadden volgens mij ook een paar schilderijtjes gekocht die ook 500 miljoen waren of zo. Dus kom op, mensen. Hè? Ja. Dus ik spreek overigens nu niet helemaal als onderzoeker, maar ook wat ik vind, hè, maar dat is even niet erg. Hè. En, dat mag best van ons. Hè. Hey, één laatste vraagje voordat we verder gaan. Helpling. Ja. Helpling is een schoonmaakorganisatie, een soort prikbordorganisatie, die ervoor zorgt als iemand bijvoorbeeld iedere donderdag tussen 10 en 12 huishoudelijk werk nodig heeft, dan zorgt ze ervoor dat er iemand komt. Maar er zitten ook haken en ogen aan. Ja, helpling is een bijzonder geval. Kijk, waar helpling op zich goed in is, is dat een huishoudelijke werker die behoefte heeft aan werk, omdat iedereen toch gewoon een beetje bestaansinkomen, of een normaal bestaansinkomen moet hebben, dan heb je toch werk nodig, die zorgt ervoor dat er voor schoonmakers werk is. Alleen ze maken gebruik van die regeling dienstverlening aan huis. En dus ze maken gebruik van het systeem wat er is en daar verdienen ze hun geld mee. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Het is eigenlijk legaal wat ze doen? Het enige wat ze niet legaal doen, en daar zijn ze ook door de rechter op de vingers getikt, is dat ze commissie vragen van de werkers. En dat mag helemaal niet. Je mag dan wel van het huishouden een commissie vragen, niet van de werker. Nee, want de werkers krijgen geloof ik gemiddeld iets van 8-9 euro per uur. Klopt dat? Het huishouden betaalt iets meer, maar dan komt het natuurlijk in de blackbox van helpling. En wat uiteindelijk de werker daarvan krijgt, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, had ik ooit wel eens gevraagd, dus ik dacht niet zo. Ja. Maar als het onderzoek over precarious work, die zeggen wel wat vooral werk precarious maakt, is dat je onzekerheid hebt over hoeveelheid werk. Nou, daar zorgt helpling op zich wel voor, dat er werk is. Alleen ja, ze reguleren dus op dat, maar alleen die regeling van dienstverlening of dienst aan huis, dat maakt het best wel lastig. Want ik heb ook begrepen, als mensen ziek zijn, krijgen ze niet doorbetaald, of vakanties ook niet. Maar dat komt eigenlijk door die regeling dienstverlening aan huis. Klopt dat? Ja, als die regeling er niet zou zijn, dan weet ik ook niet of helpling zou misschien bestaan, maar op een andere manier in elk geval. Ja. Heb je nog wat laatste wijze woorden voor ons vanuit je onderzoek? Nou, dat geldt niet alleen voor deze, ik noem het maar even sector, maar wat wel over de hele Nederlandse arbeidsmarkt nu speelt, is dat je ziet dat groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gewoon slecht beschermd zijn. En we hebben de afgelopen 2 jaar, en ik zeg en dat bedoel ik gewoon eigenlijk de regering, het beleid is heel erg gericht geweest op arbeidsparticipatie, dat doen we ontzettend goed, lage werkloosheid, maar dat gaat ergens ten koste van. En dat gaat ten koste van rechtspositie aan de onderkant van de samenleving. En volgens mij zou het regeringsbeleid anders moeten. Vergeet nou die arbeidsparticipatie of vergeet het niet helemaal, maar maak het niet het speerpunt. Het speerpunt zou moeten zijn gelijk speelveld voor werkenden en werkgevers en bescherming aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heel is mooi, heel mooi. Dankjewel. Ik wil, voordat ik aan Niek ga vragen wat zij ervan vindt, wil ik even vragen, is er 1 iemand of 2 personen die een vraag hebben? Nee? Ja, ik kom naar u toe met een microfoon. Kijk eens, Mac. Ja, ik ben benieuwd aan wie je het onderzoek gaat geven. Stuur je dat op naar de regering? Ja, het onderzoek zelf. Kijk, ik heb nu... precies. Kijk, Nouria geeft het antwoord, mijn collega. Het is voor de Europese Commissie. Ja. Het is voor de Europese Commissie, oké. Okay. Aniek, mag ik je vragen om naar voren te komen? En wat valt je op hierin? Of wat vind je hiervan? Nou, dat het lijkt
zoals Niels het vertelt, is evident een gender- en een klasseprobleem. Het is een intersectioneel probleem. En zeker als je daar nog eens bij komt, dat het met name ook voor mensen die ongedocumenteerd zijn nog eens nog erger eigenlijk is. Maar het wordt ook niet beter op het moment dat je wel gedocumenteerd bent. Dus het is iets waarvan we zeggen, eigenlijk moet de regering hier echt het voortouw in nemen. Dat is ook wat wij vanuit Clara Wichman, waar wij voor gaan lobbyen. We hebben het onderzoek van Niels en van Nouria overigens, die hier ook is. Nouria, wil je eventjes je hand omhoog? Ja. Mag ook een applausje voor Nouria, alstublieft. Ja. We hebben het al naar alle Tweede Kamerleden gestuurd. We hebben ook al, vandaag was ook al op ANP het verhaal van dat het toch eigenlijk niet kan dat in elk geval ten aanzien van PGB-nemers die gewoon een uitbesteden overheidstaak doen, dat zelfs die niet eens, mensen die dus eigenlijk voor de overheid werken, niet eens de normale bescherming hebben. Dus daar gaan we ook vol op inzetten. Het zijn ongeveer 1 miljoen mensen die in de huishouding werken in Nederland. Het kan niet zo zijn dat we dat met elkaar laten bestaan. Dus wij gaan er alles aan doen om dit op de agenda te zetten. Dat doen we overigens ook met de alliantie Samen Werkt Het, waarbij we samen met Movisie, Women Inc. en de vereniging of de Nederlandse Vrouwenraad samenwerken om dit op de agenda te krijgen. Dus er zit al wel een hele, als qua vrouwengroepen, staat dit nu wel op de agenda. En daar gaan we ook volop inzetten om politici ook hiervan bewust te maken. Dankjewel. Een laatste vraag. Wat kunnen wij hier doen als gewone burgers? Kunnen wij hier nog een bijdrage aan geven? Wij hebben ook een stem. Als je iemand hebt die bij jou in de huishouding werkt, dan zou je daar gewoon een werknemersrelatie mee aan kunnen gaan. Dus die zou je gewoon op een normale manier kunnen betalen. Dus dat is in elk geval al één ding wat je gewoon kan doen, want het staat je gewoon vrij om te En wat is normaal? Ja, wat normaal is, is dat je gewoon bepaalde lasten inderdaad, dus dat je iemand de mogelijkheid geeft om in elk geval de verzekeringen die op dit moment niet georganiseerd zijn voor deze mensen, dat je ze de mogelijkheid geeft om die privaat in te kopen. Ja. En wat is het minimumloon ook alweer? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij is het 14 euro. Nee, 10. 9,33 euro. Echt waar? 9,33 euro? Netto, niet bruto dan toch? Bruto. Nou zeg. Nou, dan gaan we vanaf nu ook lobbyen om het minimumloon. Mag ik een applaus voor zowel Aniek als Niels? Dankjewel. Niels, dank je wel dat je hier hebt willen zijn. Heel fijn. Ja, ik zie hier nog een vraag. Ja. Ja, er wordt regelmatig ook de laatste spreker gesproken over vrouwen. Er zijn ook mannen in de schoonmaak die werken. Dus onder de leuze gendergelijkheid vind ik dat die mannen ook geholpen moeten worden. Ja, en hoeveel procent... 95% is vrouw, maar skippen jullie nou alle mannen? Of als er een man ter hulp komt, dat jullie dan... Nee? Oké, okay, dus... Het is 95%, dus wel een genderprobleem als het 95%. Ja. Dus ze zegt het is 95% vrouw in huishoudelijk werk, dus het is wel een genderprobleem, maar mannen wijzen we niet af. Is dat goed genoeg voor u? Ja, prima. Ja? Oké, dank u wel. Dank u wel. We gaan verder met het panelgesprek. We hebben nog iets anders. Ik heb nog een heel leuk persoon die hier komt, een heel creatief persoon. En ik ga nog niet haar naam vertellen, maar ze heeft, we gaan een kort intermezzo doen. We gaan het hebben over stem op een vrouw. En waarom moeten we nou stemmen op een vrouw en niet de eerste vrouw in de lijst, maar de tweede of de derde? Zodat er meer politieke verantwoording komt van vrouwen, dus meer vrouwen aan de macht. Ze zet zich in voor intersectioneel feminisme. En wat houdt dat in? Dat we rekening houden met of je gedocumenteerd bent, ongedocumenteerd, klassisme, gender en van allerlei dingen nog meer. Mag ik een daverend applaus voor de column van Devika Partiman. Goedenavond allemaal. Dank je. Leuk om hier te zijn. Mijn naam is inderdaad Devika. Van Stem op een Vrouw, voor de mensen die dat niet kennen, we zijn een kleine vrijwillige stichting die nu 2,5 jaar bestaan. We zetten ons in voor meer vrouwen in de politiek. Wat eigenlijk een beetje raar is om te vertellen wanneer je weet dat er nu een probleem speelt voor ongedocumenteerde mensen die überhaupt niet mogen stemmen. Maar dat is een ander verhaal. Of eigenlijk ook weer niet.
In ieder geval, we doen voorkeursstemcampagnes waarbij we mensen uitleggen hoe ze nou slim op een vrouw kunnen stemmen. De meeste mensen die op een vrouw stemmen, stemmen namelijk op de eerste vrouw op de lijst. Wat betekent dat die heel erg veel stemmen krijgt, die uiteindelijk weer verspreid worden naar de mensen na haar. En dat zijn gemiddeld zo'n 70% mannen, oftewel stemmen op de eerste vrouw is stemmen op een man. Vandaar, kijk eventjes wat verder dan je neus lang is. En mocht je bij de volgende verkiezingen denken, wie zijn al die verkiesbare vrouwen, dan kan je naar stemopeenvrouw.nl, want wij verzamelen ze allemaal voor je met info. Tot zover dit promopraatje. Het enige recht van de vrouw is het aanrecht. We kennen hem allemaal wel, toch? Inmiddels voelt het een beetje als een ouderwetse flauwe opmerking, maar eigenlijk dus niet voor iedereen. In de kern is dit iets waar feministische golven in het verleden zich voor hebben ingezet. Voor meer rechten dan alleen maar dat aanrecht. Het recht op zelfbeschikking, het recht op werk, het recht om op naar school te gaan, het recht om kinderen te krijgen wanneer je wil, nou noem het maar op. En ook, ja, het recht om niet meer plichtmatig achter het aanrecht te staan. Om niet meer plichtmatig het huishouden te doen en alle zorgtaken. Maar die zogenaamde bevrijding van die vrouw van het aanrecht maakt dat andere vrouwen nu dat werk voor hen doen. En die zijn dan blijkbaar niet van het aanrecht bevrijd. En moeten we dan allemaal niet meer achter het aanrecht staan? Is er iets mis met het aanrecht of misschien wel met de aanname? Het resultaat is een beetje een rare gedachtenkronkel. Dat we vrouwen die huishoudelijk werk doen, bijna zien als gefaald. Want het laatste wat je als vrouw toch moet willen is schoonmaken. Die gedachtenkronkel dat de ene werkende vrouw beter is dan de andere werkende vrouw, meer geëmancipeerd is misschien, brengt een hoop ongemak met zich mee wanneer je praat over huishoudelijk werk. Maar het is wel degelijk nodig, zoals jullie vanavond merken. Want het is een hele grote markt, het is een groeiende markt, waarvan 95% van de werkers vrouw is. En waarbij allerlei factoren een rol spelen die voor grote problemen kunnen zorgen voor die vrouwen. En dat komt door een ingewikkelde machtsrelatie vaak met de werkgever. Maar er zijn ook factoren op van invloed zoals huidskleur, sociale klasse, status, kansenongelijkheid en gebrekkig arbeidsrecht. Dat die arbeider nu moet strijden voor haar recht op goed arbeidsrecht, betekent dat feminisme door de geschiedenis heen niet inclusief is geweest. Dat feminisme niet alle vrouwen heeft geholpen. En dat de groep leidende vrouwen niet altijd rekening hield met vrouwen buiten hun eigen sociale klasse en zichtsveld. Misschien is dat wel de vloek van het westers feminisme, dat het steeds ten koste gaat van andere vrouwen. Want dit is niet alleen maar met schoonmaakwerk. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop we de kledingindustrie hebben ingericht, waarbij wij met z'n allen goedkope kleding kunnen kopen, maar wie maakt die kleding en onder welke omstandigheden? Allemaal dingen die wij als vrouwen hier blijkbaar niet meer wilden doen. Het huishouden, je eigen kleren maken, voor de kinderen zorgen. Dit is natuurlijk zwart-wit gezegd. Ik weet dat het in de werkelijkheid een beetje anders is. Maar dit zijn types werk die we nu zijn ondergewaarderen, die we niet meer zelf wilden doen. En die nog steeds worden gedaan, maar niet meer door ons. Die we uitbesteden naar gebieden waar die we kansarm noemen of derde wereld. Of bij migrantenvrouwen terechtkomen. In ieder geval met mensen die we minder recht geven als onszelf, terwijl wij zelf die rechten bepalen. We moeten af van dat idee dat dit soort beroepen, huishoudelijk werk en het maken van kleding minder waard zijn. En we zijn het zo gewend dat in ons gemak wordt voorzien door mensen die in omstandigheden werken die wij voor ze bepalen, maar waarin we zelf niet zouden willen werken. En om hier echt een goed gesprek over te hebben, ook als feministen, als vrouwenbeweging, maar gewoon überhaupt ook als burgers, is het belangrijk dat we het feminisme weer optillen naar een beweging die er ook kan zijn voor hen. En dus moeten we onszelf een schop onder onze reet geven. Het feminisme gaat voor mij in ieder geval over gelijkheid, kansen voor alle vrouwen en vooral ook aandacht voor de issues van alle vrouwen. Ik denk dat dat een heel belangrijk, noem het een detail, is aan wat feminisme zou moeten zijn. En dat gaat niet lukken door ons alleen maar te focussen op het zogenaamde directeurenfeminisme van meer vrouwen op topposities willen, waar niets mis mee is, begrijp me niet verkeerd. Maar bijvoorbeeld met ons, met Stem op een Vrouw, als wij straks alleen maar vrouwen in de politiek hebben die alleen een huishoudelijk werker hebben en er nooit zelf eentje zijn geweest, wat wordt dan het resultaat van die politiek? En zo kom ik dus uiteindelijk op mijn eigen werk weer. We moeten zoveel meer mensen een podium gaan geven en hier manieren voor vinden.
Want gelijkheid betekent voor mij in ieder geval, en ik hoop voor ons allemaal, dat iedereen zijn of haar onrecht kan aankaarten en dat er dan iets mee gebeurt. Gelijkheid gaat erover dat we voor elkaar kunnen opstaan. En dat betekent absoluut niet dat er nooit meer een vrouw achter een aanrecht hoeft te staan. Ik hoop nog een hele leerzame avond. Dank jullie wel voor het luisteren. Demika, wat een prachtige column was dat. Thanks. Die kwam echt uit je hart. Ik heb er heel lang over nagedacht. Ik vond het zo moeilijk om over iets te schrijven waarvan ik dacht, het is echt niet, maar eigenlijk helemaal niet iets voor mij om iets over te zeggen. Oh, hoezo niet? Omdat ik weinig ervaring heb met met de sector. Omdat ik niet aan jullie kant van het verhaal kan staan, maar ook zelf geen huishoudelijk werker heb. Dus ik had een gebrek aan kennis. Ik wist hier gewoon heel weinig over. Dus ik heb heel veel literatuur zitten lezen erover. Van wat schrijven nou feministen hierover? En wat zijn nou de issues? En geprobeerd daar iets van te maken. Want als je dan een podium krijgt, moet je dat denk ik heel serieus nemen. Zeker wanneer je een leek bent. Dus klassisme is nog wel degelijk aanwezig. Ja, enorm. En hoe belangrijk is dat voor het feminisme eigenlijk? Ja, heel erg. En het is tegelijkertijd echt, weet je, dit is zo'n, samen met andere issues ongetwijfeld, het is zo'n blinde vlek. Hoe kom je hier achter? Alleen maar door hier toevallig te zijn, denk ik. Ja. En voor mij dus door hier toevallig voor te worden uitgenodigd. Anders was dit nooit op mijn radar beland. En dat is natuurlijk echt een probleem. En het is niet hun probleem, het is mijn probleem. Maar wat eerlijk. Ja. Nogmaals, even dat promopraatje. Dus niet op de eerste vrouw stemmen, maar de tweede of de derde. Dat was het, toch? Klopt, ja. En als ik dan toch nog een politieke oproep doe. Als ik me niet vergis, kan je dit programma nakijken, toch? Ja. Ja. Op de website van Pakhuis de Zwijger. Ja. Dus als iedereen die hier nou zit, eventjes morgen of overmorgen even opzoekt wie er in jouw gemeenteraad verantwoordelijk is voor werk. Dus zeg maar sociale zaken, werkgelegenheid. Niet de wethouder, echt een gemeenteraadslid. Maakt niet uit van welke partij. En je die even mailt met een mailtje van, joh, ik was bij dit programma, het was super interessant, het ging hierover, je kan het hier nakijken. Ik denk dat het heel interessant is, misschien kan je er iets mee politiek gezien, want politici zijn altijd op zoek naar nieuwe frisse ideeën, ook al lijkt het soms niet zo. Dan hebben we allemaal weer in ieder geval iemand in de politiek erop gewezen dat dit bestaat. Nou, heel mooi. En vooral de fractieleden, die doen er heel veel mee. Ja. Devika, ik wil je hartelijk danken. En nu gaan we over naar bijna het laatste onderdeel. Ah. We gaan over naar het panelgesprek. Ik wil graag in de stoelen uitnodigen. Als eerste wil ik graag uitnodigen Anna Ensing van Fair Work. Mag ik een applausje voor haar? Ja, ik wil eerst met jou beginnen, omdat jij nog niet op het podium bent verschenen. Dus Anna, wat doet Fair Work eigenlijk? Fair Work die zet zich in voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting is in Nederland juridisch gezien een vorm van mensenhandel. Maar wij ondersteunen ook veel mensen die lichtere vormen van arbeidsuitbuiting ondervinden. En naast die directe ondersteuning pakken we de punten die we dan in de praktijk zien, pakken we op voor verder lobbydoeleinden. Ja. Oké, nou dankjewel. Mag ik een applaus voor Mac Fine? Goedendag, ik heb daar nog een microfoon. Ik heb er twee. Ja, u blijft staan. Ja. Kunt u zichzelf even voorstellen aan iedereen? Nou, heel kort. Heel kort, ja. Ik ben ook ooit begonnen als huishoudelijk werker in de thuiszorg. Eerst bij een particulier en later ook in de thuiszorg. Vervolgens sociale academie gedaan en bij het vrouwensecretariaat van de FNV gewerkt. En rechtenstudie gedaan en toen later advocaat bij de FNV geworden en pas ook mezelf. En in dat kader heb ik de alfhulpzaak gedaan, onder andere in samenwerking met bureau Klare Wiegman. En wat houdt de alfhulpzaak in? Ja. U had het me kort verteld. Als het goed is, is het dat een alfahulp graag doorbetaald wil worden tijdens ziekte? Nou, eigenlijk zijn alfahulpen ook mensen, ook vrouwen, over het algemeen toch, die huishoudelijk werk doen. Hoewel in de thuiszorg ook wel mannen werken. Ja. Tot 1977 kregen die gewoon betaald, net als iedere werker. Maar in 1977 dacht ook de regering toen al, laten we ze, het wordt een beetje duur.
laten we een goedkopere slag maken. Dus we zijn vaak zijn er vrouwen die toch maar bij 1 of 2 gezinnen werken. Als we die nou, en toen is eigenlijk een voorloper van de regeling dienstverlening aan huis begonnen. Als we die nou uit de sociale verzekering houden en dat er ook geen loonbelasting meer ingehouden hoeft te worden, dan zijn ze een soort zelfstandigen. Maar het is niet zo, ze zijn gewoon werknemer. Ja. En ze zijn in dienst bij hun werkgever, wat dan eigenlijk een cliënt is. Ja. Iemand die zorg behoeft. Oké. Oh. Oké. Dus al verhulpen zijn eigenlijk huishoudelijke werkers die gesubsidieerd worden door de overheid. Net zoals Annick al even zei, de mensen die PGB, dat is een persoonlijk budget krijgen en iemand kunnen inhuren. Nou, zo is de alfahulp dan iemand die bij een thuiszorginstelling werkt, maar bij een particuliere cliënt. Oké, dank u wel. Mag ik vragen, zijn hier mensen die huishoudelijk werk hebben gedaan? Mag ik even handen zien? Ja? Ik ook. Toen ik nog studeerde, geneeskunde studeerde, heb ik ook heel veel huishoudelijk werk gedaan. Alfahulp, beta ook nog. En volgens mij ook nog C en zo. Weet ik veel wat ik allemaal deed. Maar ik weet het. Ja, nou leuk hè. Dus we hebben meerdere mensen die dat hebben gedaan. Dank u wel, McFine. Ik ga naar voren roepen Natalia. Mag ik een applausje? Wil je zitten? Ja, je mag zitten. Nou Natalia, we hebben je net al voorgesteld. Dus we gaan straks gewoon een gesprek aangaan om te kijken wat jij denkt wat er nodig is. Dan gaan we het panelgesprek aangaan. En mag ik Niels ook naar voren roepen? Niels, mag ik ook weer applaus voor Niels? Nee, ik blijf lekker staan. Ja, ja ze blijft lekker staan. Dus jij mag zitten. Ja. We hebben 2 microfoons. Ik denk dat best wel wat mensen dit niet wisten. Van wat er, dat er zo aan huishoudelijk werk, dat er zo weinig rechten aan zijn medegedeeld. Wat zouden we nou moeten doen om dat ten eerste zichtbaar en kenbaar te maken aan mensen? Wie weet daar een antwoord op? We hebben hier nog een microfoon. Niet te enthousiast. Ja, het punt is een beetje, er zijn wel rechten. Er is een slechtere rechtspositie als voor andere werkenden, maar er zijn wel rechten. Er is wel recht op vakantietoeslag. Er is wel recht op doorbetaalde vakantie en er is recht op 6 weken doorbetaald ziekengeld. Ja. Wel slechter als bij anderen, maar toch. Maar de meeste mensen weten dat zelf niet. Werkers niet en werkgevers die een werkster in dienst nemen ook niet. Nee. En ja, denk, daar zou meer bekendheid aan gegeven moeten worden en mensen moeten zich bewust zijn dat ze dat ook zelf opeisen. Ja, Wim en Ing heeft nu een campagne, de grootste BV van Nederland. Die gaat ook onder andere over zorgtaken in het huishouden, dat er ook meer erkenning voor komt. Maar Natalia, hoe zit het in de praktijk? Hoeveel mensen denk jij dat er überhaupt doorbetaald krijgen? Je hebt 2 microfoons ineens. Tijdens ziekte, maar ook verlof en vakantie? Of hoe zit dat in de praktijk? Het is wat zij zegt. De werkgevers zelf weten ook niet wat de rechten zijn. En meestal de werkers die het wel weten zijn de ongedocumenteerden, omdat ze ervoor vechten. En de meeste gedocumenteerde mensen die dit werk doen, die willen het ook zwart houden. Dat kan je ook merken aan de organisatiegraad. In de bond van huishoudelijk werkers. De meeste leden, grotendeels van de leden, is ongedocumenteerd. Zij willen dat de arbeidspositie van huishoudelijk werk verbetert. Ja. En het aantal leden dat gedocumenteerd is en het arbeidspositie van huishoudelijk werk wilt verbeteren, is er bijna niet. Nee, en dat komt dus, ze willen het liever zwart houden omdat ze onzichtbaar willen zijn, klopt dat? Ja, dat is het ironische. De mensen die gedocumenteerd zijn, willen het werk zwart houden omdat dat makkelijker is met het combineren van, ja, ik wil er niet slecht over deze mensen praten, maar het is makkelijker om het te combineren met wit werk of met sociale hulp. Het is makkelijker voor ze om het zwart te houden en er ook geen belasting over te betalen. Nee, en ik denk ook niet dat hier een oordeel over te vellen is. Want als we de nieuwsberichten de laatste tijden hebben gehoord, zijn er heel veel gezinnen, als er 1 fiasco gebeurt financieel, dan zijn ze of dakloos
of financieel aan de afgrond. En dat komt omdat de kosten van de boodschappen en het huishouden en de huur zijn allemaal omhoog gegaan. Alleen de salarissen zijn niet evident omhoog gegaan. Dus best wel veel mensen zitten in de knel. Dus hier is geen oordeel over nodig. Mensen doen soms dingen om te overleven. Dat is wat ik even wil zeggen. Ja. Dankjewel. Anna, Fair Work. Zien jullie ook mensen uit het huishoudelijk werk bij jullie komen? Ja, niet zoveel huishoudelijk werkers in de zin van mensen die bijvoorbeeld één keer in de week iemand schoonmaken. Wat we wel veel zien zijn bijvoorbeeld mensen die als au pair, of als zorg-au pair, bij mensen thuis werken en dan vaak ook wonen. Ja. En dat zijn dat geeft heel veel macht, hè, over zo'n au pair. Je woont bij iemand in huis en degene bij wie je in huis woont, dat lijkt me best wel een machtspositie. Ja, dus ze zijn een soort van dubbel afhankelijk van hun werkgever voor inkomen en ook voor huisvesting. En soms ook nog van sociale contacten als die au pair uit het buitenland komt en verder nog weinig mensen kent. En die au pairs, we zien zowel au pairs die via de au pair-regeling naar gastgezinnen hier komen. Een au pair-regeling is eigenlijk een culturele uitwisseling. Dus dan zijn ze Frankrijk in Nederland en je wilt de molens zien en zo, hè? Ja, dan is het een leuke culturele uitwisseling. Ja, ik kon even niet op iets anders komen, maar molens. Ja, ja, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld uit Brazilië komt en denkt, dat die au pair-vergoeding die is voor mij nog relatief veel. En er is geen legale weg voor mij om als huishoudelijke werker in Nederland te gaan werken. Dat gastgezin zoekt een inwonende nanny en huishoudster en vindt dat die au pair-vergoeding juist weer best wel weinig. Dus dat komt dan mooi uit. Maar wat komen jullie voor problematiek tegen? Nou ja, door die afhankelijkheid, die dubbele afhankelijkheid, kan er natuurlijk ook heel makkelijk misbruik van gemaakt worden. Dus dan als er bijvoorbeeld mensen gevraagd wordt om, de au pair wordt gevraagd om veel meer uren te werken dan dat eigenlijk toegestaan is door die au pair-regeling. Of taken te doen die helemaal niet toegestaan zijn in die au pair-regeling. En dan is het heel moeilijk voor de au pair om daar tegen in opstand te komen natuurlijk, omdat zij zo afhankelijk is en niet haar huis en inkomen en ook nog de verblijfrecht op wil geven. Want als niet de werkgever dus, maar het gastgezin eruit zou worden gezet, dan verliest ze ook daarmee het recht om in Nederland te verblijven. Oké, dankjewel. Niels, jij zat helemaal ondergedipt in dat onderzoek, hè? Ja. Hij kan nu weer een beetje ademhalen. Hè? We hebben een beetje in de reguliere wereld moeten brengen voordat hij hier kwam. Heb jij hoop dat dit zeg maar binnen een respectabel aantal jaar dat hier echt iets aan gedaan kan worden? Op zich heb ik wel hoop. En ik ben in die zin wel een beetje pessimistisch dat kijk, ik heb mijn hoop een beetje gevestigd op de commissie Borslab. Dat is een commissie die nu is ingesteld, die voor de hele arbeidsmarkt gaat nadenken over de regels. En het advies van de commissie Borslab komt ergens in december, maar in de zomer is al een discussienota gepubliceerd. En een van de twee uitgangspunten van van die commissie, die zeggen, voor iedereen moet er eigenlijk een soort van basiswaarde gelden. En dat ongeacht welke vorm van werk. En als dat inderdaad het uitgangspunt is, dan kun je niet meer rechtvaardigen dat er onderscheid is. En daar heb ik op zich mijn hoop op gevestigd. En het pijnlijke daarvan is het dus via een U-bocht moet gaan, hè, dan dat je uiteindelijk de positie van huishoudelijke werkers beschermt. Hè. Maar als het vanuit alleen maar dat belang moet komen, dan ben ik pessimistisch. Maar omdat het een groter arbeidsmarktvraagstuk blootlegt, de verschillen tussen groepen werkenden, heb ik er op zich wel vertrouwen in dat er misschien wel eens wat kan gaan gebeuren. En ja, dat de overheid nu eens gewoon moet lappen, maar dat zeggen. Ja, dus ze moeten lappen met de commissie Borslab. Precies. Om een mooie woordspeling te maken, toch? Ja. Mac, vertel eens, commissie Borslab, wat vindt u daarvan? Ik heb nog nooit van de commissie gehoord. Nee? Oh, overal. Dus voor mij is dit nieuw. Is dat een CERC-commissie? Een commissie van onafhankelijke wetenschappers, economen, juristen. Er zit zelfs een onderzoeksjournalist in. En die heeft de opdracht gekregen van minister Koolmees
om onderzoek te doen naar de toekomst van de regulering van de arbeidsmarkt. En dat is veel breder dan alleen maar de dienstverlening aan huis. Maar ja, is daar toch ook onderdeel van? Is dat een, als u dit zo hoort, denkt u dan van nou, dat zou iets moois kunnen betekenen? Of denkt u nou, ik ben toch sceptisch? Ik ben sceptisch. Ja? Ja. En waarom dat? Nou ja, omdat ik tot nu toe heb ervaren dat huishoudelijk werkenden toch altijd het putje zijn, het doucheputje zijn. En dat we het kind van de rekening zullen blijven. Maar ik ben niet zonder hoop. Ik heb ook voor de bureau Klare Wiegman in het verleden langdurig geprocedeerd over zwangerschapsuitkering voor zwangere zelfstandigen die ook geen recht hadden. We hebben in het verleden is de SGP-zaak gedaan. Daar is toen een beroep gedaan op internationale verdragen en dat is ook gewonnen. Mooi. Er is een boekje gepubliceerd al bijna tien jaar geleden, of niet? Door Leontien Bijleveld en Eva Kremers door de Vereniging Vrouwenrecht gepubliceerd. En daar staan eigenlijk al heel goed uitgewerkt dat de huidige regeling dienstverlening aan huis in strijd is met... Dus een boekje dat heet Vrouw en Recht? Nee, het boekje heet Een baan als alle anderen. Een baan als alle anderen. Het ligt hier ook, het is ook meegenomen. Dus, kijk daar. Degenen die het willen hebben, die kunnen een dat... Een baan als alle anderen, wat fijn. Dank u wel dat u het heeft meegenomen. Maar heel goed is daar al juridisch uitgewerkt wat voor aanknopingspunten we hebben om die zaak aan te kaarten, noem maar op, bij de rechter. We zijn toen voor die zwangere zelfstandigen ook helemaal naar het toezichthoudend comité van het Internationale Vrouwenverdrag gemoeten. Misschien moet dat met deze zaak ook, want het speelt al jaren zo. En ja, goed. Hoeveel jaar ikzelf, al? Ongeveer? In 1977 begon het alfahulpprobleem. Wauw, dat is dus daarvoor, 42 jaar geleden. Ja. Dus, heb ik snel gerekend, hè? Ja, u bent onder de indruk. Nee, maar dus we moeten gewoon, het is een kwestie van lange adem en doorhalen. Ja, een kwestie van lange adem en doorhalen. Maar we zijn het wel een beetje zat, hè, Natalia? Hè? Ik voel overal een beetje die, hè, nee, dit kan niet, toch? Ja, ja, bij Mac ook hoor. Mac is ook helemaal, toen ik aan de telefoon had ook. Ja, ja zeker. Je bent het op een gegeven moment zeker zat. De migrant domestic workers en de FNV zijn al meer dan 10 jaar bezig in deze strijd. Maar als je alleen maar het woord pessimistisch gebruikt en je daar alleen op focust, dan kom je nergens. De ongedocumenteerde huishoudelijk werkers waren nergens georganiseerd. Maar omdat ze zich hebben georganiseerd, de mensen hebben geïnformeerd, zijn ze nu wel erkend door een van de belangrijkste organen. De FNV? De FNV. Ja, want voor de FNV vroeger was het ook, keken ze ook best wel sceptisch naar, hè? Huishoudelijk werk, van is het wel echt werk en dat. Ja. En nu zijn jullie georganiseerd. Ja, nu zijn we georganiseerd en... sowieso ook het feit dat wij ongedocumenteerd zijn, is ook al een drempel voor de of een beetje terughoudendheid voor mooi, de FNV. Ja. Dus als je als werkers niet organiseert en je stem opheft voor je rechten, kom je sowieso nergens. En met onderzoekers kom je al een stap verder en met het informeren van de samenleving al nog veel meer. Dat vind ik heel mooi. Dankjewel dat je dat wilt mededelen. Anna? Toen ik met jou sprak, was er ook één ding wat je ontzettend frustreerde. En dat was de verschillende typen van klassen in de migratie. Kun je daar iets over vertellen? Over kennismigratie en over dat je dat heel erg vervelend vond. Ik weet niet meer hoe vanuit welke hoek we bij dat gesprek kwamen. Maar het ging inderdaad om van als er een, inderdaad bijvoorbeeld zoals bij die au pairs, is er blijkbaar een behoefte bij gastgezinnen om... inwonende huishoudelijk werkers te hebben of nannies te hebben. Maar er is geen legale weg voor die mensen om hier gewoon een werkvergunning te krijgen en dat werk te komen doen. Dus wordt die constructie eigenlijk misbruikt voor dit type werk. En ik denk dat dat net zo goed geldt eigenlijk voor andere vormen van huishoudelijk werk. Maar stel je voor, uit India komt er een ICT'er naar Nederland? Ja, dus dan is het inderdaad... We hebben hier ook wel eens behoefte aan... goede ICT'ers en dan wordt er inderdaad wel een werkvergunning geregeld. Dan wordt er een werkvergunning hier geregeld te om een ICT'er hier te laten komen. Ja. Maar als het is voor huishoudelijk werk, bijvoorbeeld India of Brazilië, willen we iemand laten komen, dan kan het eigenlijk alleen maar via een au pair regeling. Ja, of dan dus niet. En dan komen mensen toch hierheen en dan zijn ze ongedocumenteerd. En dan faciliteer je eigenlijk daarmee dat ze in een hele precaire arbeidspositie werken.
Ja, dus klassisme is nog steeds heel duidelijk aanwezig. Ja, dus dat is ook wel een keuze. Ik bedoel, als je, je weet dat er een behoefte is en, aan bepaalde arbeidskrachten, waarom regel je dan niet een legale weg voor ze om hier te komen werken? Heel mooi. Ik ga even naar het publiek kijken of er vragen zijn of opmerkingen of iemand. En dan gaan we weer even terug bij jullie. Is er iemand die misschien een vraag heeft of een opmerking? Ja, ik kom naar u toe. Hallo meneer. Er wordt over het algemeen gesproken over de landelijke overheid. Wat heeft de regionale of de lokale overheid nou eigenlijk voor macht? Want ik kan wel naar een gemeenteraad gaan die zegt van ja, daar moet er wat aan veranderen, maar dat moeten anderen doen. Dat schiet niet op. Oh, u bent bekend hè, met die bureaucratie. Nee, ik ben heel goed bekend dat het afschuiven naar anderen, dat het bij politici erg populair is. Dank u wel. En voor wie is deze vraag? Dat weet ik eigenlijk niet. Iedereen. Iemand die die vraag voelt, die mag antwoord geven. Dus we hebben het op land. Ik denk Niels voelt hem, want Niels zit te knikken. Daar ben je de Sjaak Niels. Ja, nee, in het kader van mijn onderzoek heb ik ook gesproken met FNV Zorg onder andere. Over hoe zit dat nou precies, en misschien weet Mac dat nog wel beter dan ik. Hoe zit dat nou precies in die zorgsector? En waarom is het relevant? Omdat gemeentes budgetten krijgen om die zorg, zorgvraag te verdelen over degenen die zorg nodig hebben. En op het moment dat is heel mooi uitgeprocedeerd, dat je kan kiezen als gemeente, zeggen van nou, ik bied een bepaalde zorg in natura aan op grond van de wet. En dat is dan goed geregeld. Maar er is ook een keuze om dat via PGB te doen, waarbij mensen zelf eigenlijk tegen een lager tarief zorg in kunnen kopen, omdat die regeling dienstverlening aan huis bestaat. Dan ontstaat er natuurlijk mogelijk druk op gemeentes om te zeggen, nou, als jij nou kiest voor dat PGB, dan is dat goedkoper. En in die zin ontstaat er dus in die ongelijkheid in die zorg, zorgt ervoor dat gemeentes kunnen sturen op hoe je je zorg inkoopt. En in die zin is het relevant dat je gemeentes ervan bewust maakt dat je dat eigenlijk niet moet willen. Je moet dus mensen dus laat ze fatsoenlijk betalen. Betaal er ook voor. En dat kan ertoe leiden dat je inderdaad te weinig geld hebt. Maar dan moet die gemeente naar de overheid en zeggen, ik heb meer geld nodig voor de zorg in mijn gemeente. In plaats van dat je dat te weinig geld daarvan zegt, daar ga ik me niet tegenaan bemoeien. Ik los het wel op over de rug van degene die de zorg uiteindelijk. Dus we kunnen het verplaatsen van landelijk naar regionaal om het via de PGB-route te doen. Ja, dat zit dus niet op de schoonmaak, maar in de zorgsector wel. In de zorg. Zijn er voorbeelden van gemeentes die het goed geregeld hebben? Ik heb eigenlijk alleen maar gemeentes gehoord waar het slecht geregeld was. Oké. Okay. Ja. Ja. Nee, we kunnen dus niet verwijzen naar gemeenten waar het goed gaat. Mag ik er wat over zeggen? Ja, zeker. Ik weet niet precies hoe het gaat en zo, maar ik weet wel bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die is wel open geweest, zeg ik dat goed? Om met ons in gesprek te gaan, om oplossingen te vinden of het makkelijker te maken voor haar zuidelijke werkers. Alleen, ze moeten ook wel oppassen hoe ze dat doen, want ze moeten niet in problemen raken met de landelijke politiek. Dus bij de gemeente Amsterdam stond in ieder geval voor open, dat ze in ieder geval plus vinden. Ja. Is er iemand anders die nog een vraag heeft of een opmerking uit het publiek? Ja, ik zie daar twee mensen, twee naast elkaar, maar eentje was toch echt eerder? En dat was deze mevrouw. We zijn hier samengekomen, dus daarom is het een beetje grappig. Maar u hebt toch gewonnen, hoor. Ik heb gewonnen, oké. Wij zijn op dit moment bezig, en ik weet er niet heel veel van, maar ik weet in ieder geval dat in Nijmegen, maar ook in Amsterdam, schoonmakers zich georganiseerd hebben in een coöperatie. Als een vorm om het beter te regelen, maar ik weet niet. Wij zijn daar, dat is dan mijn privé situatie, een beetje ons aan het oriënteren van hoe zich dat op dit moment, hoe die ontwikkeling is. Maar is daar ook, weten jullie daar ook wat van? Dus niet. Nee, ik weet er niet. Ik weet er zelf niet van, maar hij wel. Wacht even, ik kom even met de microfoon, want we hebben mensen die via de livestream meekijken. Er is daar een camera en daar kunnen ze het ook horen. Ja, we denken aan jullie hoor. Ik weet daar iets meer vanaf. Ik ben Harry Hoogboom, ik ben bestuurder schoonmaak en migrant domestic workers. Dus ik mag naast Natalia staan. En we hebben vanuit de schoonmaak hebben contacten gehad met twee van dit soort initiatieven om tot een coöperatie te komen. Die waren opgezet
Ik heb gesprek gevoerd, ik ben even zijn naam kwijt, maar dat was een voormalige schoonmaak PNO'er bij een normaal bedrijf. Die daar is weggegaan en die dat is gaan opstarten. Maar hoe coöperatief het was en op welk winstoogmerk hij daar weer in had, dat was voor ons nog twijfelachtig. We waren er niet onverdeeld positief over. Nee, dus nog niet, het staat nog heel erg aan het begin. Oké, dankjewel voor je antwoord, Henk. Oké, dan kom ik bij u. U had ook nog een vraag. Ja, ik heb een vraag aan de juristen. Als er sprake is van een PGB, is men dan ook gehouden aan de wet op het minimumloon? Tuurlijk. Ja, dus als de gemeente stuurt, betekent dat toch altijd nog dat mensen het minimumloon moeten verdienen? Ja, minimumloon en ook vakantietoeslag en ook doorbetaalde vakantie en ook in elk geval 6 weken doorbetaald bij ziekte. En een opzegtermijn. Ik kom bij je toe, even met de microfoon. De gemeente moet zich vergewissen dat de PGB-houder zich als een fatsoenlijk werkgever opstelt. Dus dat hij ook inderdaad doorbetaalt bij ziekte, 6 weken. Dat de vakanties doorbetaald worden en dat de vakantietoeslag zit. Vroeger was het zo dat gemeentes dat zo makkelijk konden afschuiven. Maar er zijn wetswijzigingen gekomen dat het minder makkelijk is voor gemeentes om mensen in zo'n PGB te douwen. Er zijn overigens wel gemeentes, een aantal Brabanden, die hebben hun eigen alfa-check geïntroduceerd. En die verplichten dus hun cliënten om voor huishoudelijk hulp zo'n alfa-check te krijgen. Waarmee je dus niet meer iemand in loondienst kunt inhuren, maar iemand dan in zogenaamd in je eigen dienst moet doen. Overigens heb ik ook wel een juridische vraag. Zijn er voornemens, bijvoorbeeld bij bureau Klare Wichman, om strategisch te gaan procederen, om ervoor te zorgen dat het ILO-verdrag geratificeerd kan worden. Het is namelijk in strijd, de situatie in Nederland, met de derde EG-richtlijn gelijke behandeling. Dus dat een groot aantal vrouwelijke werknemers is buitengesloten van sociale zekerheid. Nou, dat mag niet van Europa. Daar kun je dus over procederen. Hoe je erover moet procederen, hebben we in dat boek beschreven. Dus wat dat betreft ligt de routekaart al klaar, maar het moet gedaan worden. Ja, ik ga dan nu, uw vraag is helder. Het is schandalig, ik ga een samenvatting maken, het is schandalig wat er gebeurt in Nederland. En het is ook totaal tegen gelijkwaardigheid van mensenrechten in. Vertel, directeur van bureau Klare Wichman, Annick. Nou ja, strategisch procederen betekent natuurlijk ook wel dat je niet altijd al je kaarten al gelijk op tafel legt. Maar het is, we hebben het net nog even met Mac ook over gehad, het is natuurlijk onze inzet om dit onderzoek ook te gaan gebruiken, waaronder ook het boek wat geschreven is door Leontien Bijleveld en EA, om dat te gaan gebruiken in een strategische rechtszaak. Het is niet zo dat wij denken de vraag is, wat is strategisch? Is het strategisch om te procederen over de hele regeling, of is het bijvoorbeeld strategisch om te procederen over die 60.000 mensen die in die PGB-nemers zijn. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij een onderzoek gaan doen en vervolgens denken, nee, er worden heel veel onderzoeken gedaan. Het is bij ons altijd natuurlijk dat we gaan kijken naar hoe kunnen we ook verandering bewerkstelligen. En het is inderdaad zo dat het op dit moment politiek wat ingewikkeld ligt, hè, ongeacht dat er een goede commissie is. En er zijn gewoon bepaalde rechten die er liggen, die op dit moment niet bestendigd worden. En het is heel goed mogelijk om dat voor te leggen aan de rechter, omdat die zich daar ook over kunnen uitspreken. Dus ja. Ja, jullie zijn het wel van plan, maar met de aantekening. Maar we moeten wel zorgen dat we de juiste insteek daarvoor kiezen. En daar zijn we over aan het nadenken. Ja. Oké, dat is heel mooi. Heel mooi, dank jullie wel. Gaan we naar het laatste deel van het programma. En ik richt me niet alleen tot jullie, maar ook tot de kijkers thuis via de livestream en die het misschien gaan terugkijken. Hoe krijgen we de mensen en de samenleving in beweging hiervoor? En dan wil ik eigenlijk bij Mac beginnen, Natalia, en zo afgaan. Ja, in beweging. Ik denk dat iedereen eerst bij zichzelf moet kijken of in zijn omgeving moet kijken van betaal ik mijn werkster wel goed? En wat is goed? Nou, in elk geval minimaal het minimumloon en minimaal ook vakantierechten doorbetalen. Ik weet van, ik doe mijn eigen huishouden inmiddels al jaren, maar toen ik nog hard werkte en een werkster had, toen kreeg zij bij ons de vakantie doorbetaald. En toen wist ze niet wat haar overkwam, want ze zei, dat heb ik nog nooit gehad. Nee.
En nou, daar begint het aan, dat bewustzijn, daarop blijven hameren. Van 4 weken recht op vakantie, kun je doorbetaald. Dat is het minimum. Dat is het minimum, ja. Dank u wel. Natalia, heb jij nog acties in de planning? En hoe kunnen we mensen hier of thuis in beweging krijgen om daar iets mee te doen? Op dit moment hebben we geen acties in de planning. Maar wel voor in de toekomst. We zijn bezig met de mensen te organiseren en sterker te worden. Stapje voor stapje moet je ook elke kans als groep nemen om bekendheid te maken voor de migrant domestic workers. En dit zijn zulke momenten. Ja. En misschien ook een oproep. Mocht u mensen kennen, mannen of vrouwen die ongedocumenteerd zijn en die huishoudelijk werk doen of in de zorg, laat ze zich dan aansluiten. Ja, contact zeker. Maken met de FNV, met Migrant Domestic Workers. Ja. Hè, zodat ze ook weten, hun verhaal kwijt kunnen, kijken waar ze recht op hebben. Samen staan jullie sterker. Ja, precies. Ja? Mooi. Anna? Ik sluit me aan bij de twee hiervoor. En ja, misschien nog even ter toevoeging over ongedocumenteerde werknemers die wij ook veel bij Verwerk tegenkomen. Die mogen dan officieel niet werken in Nederland, maar als ze dat toch doen, hebben ze wel degelijk ook gewoon rechten. Wacht even, dus ongedocumenteerde mensen mogen officieel niet werken in Nederland, maar als ze wel werken, hebben ze ook rechten. Ja, en wat voor rechten arbeidsrechten zijn dat dan? Nou ja, om gewoon ook het minimumloon betaald minimum te krijgen. Minimumloon in ieder geval. Vakantie uit, en gewoon gezonde, veilige werkomstandigheden te hebben, zoals iedereen. En bijvoorbeeld, ze hebben ook het recht om een klacht in te dienen over hun arbeidsomstandigheden. Maar daar is er een bepaalde angst. Ja, inderdaad. Dus als je dan, zoals Natalia natuurlijk ook zei, van als je dan altijd de angst hebt voor autoriteiten omdat je geen verblijfsvergunning hebt, dan wordt het wel heel erg moeilijk gemaakt om dat ook echt te doen. En nou ja, dat zijn ook dingen waar dat zijn ook keuzes die gemaakt kunnen worden. Hè? Als je de immigratiediensten op geen enkele manier mengt met diensten die klachten in ontvangst kunnen nemen, dan maak je het wat makkelijker om en waar kunnen ze klachten in eisen. Dienen? Ja, je kunt naar de politie gaan, je kunt naar Fair Work komen, je kunt naar de arbeidsinspectie gaan, vakbond. Dus arbeidsinspectie, Fair Work en politie? Of bureau Clara Wichman? Of de vakbond, de FNV? Ja. Dus de FNV, Migrant Domestic Workers, Fair Work of de politie of arbeid? Ja, ik wil wel even zeggen dat voor Fair Work en vakbond zou ik dat zeker aanraden. En wat arbeidsinspectie en politie betreft zou ik zeggen overleg het even van tevoren. Want het probleem is juist dat het dus niet altijd helemaal veilig is. Oké, dus liever naar Fair Work of naar de FNV gaan? Ja. Ja. Hè? Of bureau Clara Wichman en die verwijs je dan door. Daar kan je ook altijd terecht. Heel fijn. Niels, je hebt al veel gezegd deze avond. Ja. Maar je hebt vast nog wat meer te zeggen. Nou, okay. Wat ik kan doen in elk geval is hier zitten. Dit soort avonden zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Als docent kan ik een beetje bijdragen en mijn studenten opvoeden. Zelf kan ik natuurlijk van alles doen in mijn omgeving. Raken je studenten door jou geïnspireerd om ook een vuist te maken? Dat moet je aan hen vragen. Of ik wie zijn de studenten? Ja. Jullie twee, oké. Jullie zijn geïnspireerd geraakt om ook wat mee te doen? Ja. Ja? Helemaal. Goed zo. Brave studenten. En uiteindelijk ben ik maar ook een simpele onderzoeker. Hè. En heb ik wel, weet je, het simpele onderzoeker. Ik heb het makkelijk. Hè. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk ook alweer geen recht van spreken om hier het laatste woord over te hebben. Je hebt helemaal niet het laatste woord. Oh, gelukkig. Nee, je hebt niet het laatste woord. Ik vraag alleen maar af hoe we nog mensen in beweging kunnen zetten. Daar mocht je antwoord op geven. Beter milieu begint bij jezelf toch altijd? Dat geldt voor dit wel heel erg hoor. Ja. Ja? Ja, ik kom naar je toe. Ik kom naar je toe, lieverd. Maak je niet druk. Het is een flinke wandeling voor mij, maar ik ben er bijna. Kijk eens. Ja, want dit is inderdaad de vraag. Want beter huishoudelijk werk begint bij jezelf. Nou, misschien moet je het dan zelf doen. Maar in het geval dat dat niet zo is, dan kunnen we zeggen van je kan inderdaad dan dat vakantiegeld een beetje en die 6 weken en zo. Maar zien jullie nou mogelijkheden waarin we met mensen die dat in elk geval wel willen, het gewoon echt goed kunnen doen? En dit bedoel ik niet zo heel moreel, maar gewoon kunnen we. Ja, hoe kan je mensen inschakelen op een manier dat er ook belasting wordt betaald, dat er ook premies worden betaald en dat ze dus ook verzekerd zijn bijvoorbeeld? Oké, dus heel mooi. Je vraagt naar van hoe kunnen we het goed doen? En aan wie vraag je dat? Aan
iedereen die daar een zinnig antwoord op heeft. Nou, wie heeft een zinnig antwoord? Wie voelt het? Nee, nou, ik heb de indruk dat jij bedoelt alsof je als werkgever premie moet betalen. Nee. De regeling dienstverlening aan huis, die houdt juist in dat particulieren vrijgesteld worden van het inhouden van loonbelasting, het betalen van premies, en dat de huishoudelijk werker dat allemaal zelf moet doen. Dus die moet dat zelf opgeven aan de inkomstenbelasting. En hij kan zich vrijwillig verzekeren voor de ziektewet en voor anderen, maar dat is eigenlijk allemaal niet te betalen, want daar is het minimumloon veel te laag voor, zullen we maar zeggen. Dus als werkgever doe je eigenlijk alles goed, alleen de rechtspositie van de werker is slecht. En dat is natuurlijk ook de reden waarom mensen het niet gaan opgeven aan de inkomstenbelasting. Want er is al wat zo blijft weinig er dan geld. Over? Ja, ja. Ja, oké. Dus het probleem is duidelijk, ja? Ja, zeker. Als werkgever moet je ook rekening mee houden dat je niet alleen maar een goede werkgever bent als je premies betaalt of een minimumloon betaalt. Je bent ook een goede werkgever als je als je werknemer niet elke week na het gewerkt heeft, jou een sms'je moet sturen of moet bellen van ga je me nog betalen of vergeet je me niet te betalen. Dat je ervoor zorgt dat je de schoonmaakmiddelen die de schoonmaker moet gebruiken ook hebt. En niet de schoonmaker zelf voordat ze naar werk gaat. Even langs de Albert Heijn moet gaan om zelf alles te gaan kopen. En dat je goede stofzuiger, goede dweilen. De meeste schoonmakers zijn migranten en de werkgevers zijn Nederlanders. En jullie kopen meestal hele kleine dweilen omdat we klein zijn. Maar dat is eigenlijk heel slecht voor onze rug. Ja. Dat is praktisch, hè? Even een samenvatting. Koop een respectabele dweil. Geen kleine, gewoon een goede lengte, mensen. Een goede stofzuiger. Zorg ervoor dat de arbeidsomstandigheden en de werkomstandigheden fijn zijn. Dat alle schoonmaakspullen en doekjes gewoon in huis zijn. Zorg ervoor dat je fatsoenlijk bent. Dat je aardig bent, maar dat je ook gelijk betaalt. En dat mensen niet hoeven smeken en vragen naar het geld waar ze recht op hebben. Dat zijn al heel belangrijke stappen die gesteld kunnen worden. Jij krijgt zo bijna het laatste woord. Is er nog iemand die hier echt iets wil zeggen van nou, ik wou iets zeggen. Ik zat te broeden op een ei en nu is die uitgekomen. Nu wil ik nog iets zeggen. Nou ja, ik had net wel een ei toen hij, Annieke het laatste woord. Dat, kijk, uiteindelijk is het wel zo dat dat je als consument heb je een stem, hè? En kijk, als de politiek het niet doet, dan kun je het als consument doen. En dan het probleem zien we ook natuurlijk terug in die hele platformeconomie, hè? De bereidheid om wel of niet te betalen voor een taxi, omdat er Uber is en het goedkoper is. De bereidheid om zelf naar het restaurant te gaan om je eten op te halen of om een fietscourier dat te laten doen als zelfstandige. De bereidheid om te betalen voor een pakketje wat bezorgd wordt bij je. Of omdat dat een ZZP'er laten doen die daar met alle macht probeert een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Uiteindelijk heb je als consument, kun je ook stemmen met je voeten. Hè, door te zeggen, ik doe er niet meer aan mee. Ik vlieg niet meer met Ryanair. Ik vlieg niet meer met EasyJet. Want dat soort bedrijven lappen gewoon arbeidsrechtelijke regels aan hun laars. Wat dat betreft hebben we het als consument wel zelf in de hand om, nou ja, de positie van deze huishoudelijke werkers te verbeteren. Mooi, dus we hebben zelf heel wat macht in handen. Ik zie nog twee vingers. Als laatste ga ik nog naar jullie toe. Ja, ik zou nog wat willen zeggen. Ik ben Marijke Bijl. Ik werk ook samen met domestic workers. Als je het over ongedocumenteerden hebt en over arbeid. Ik denk één kant is dat je wil dat werkgevers ook inderdaad zelf hun norm, de norm stellen. Of dat je norm stelt waar werkgevers zich aan houden. Wat je ziet bij veel werkgevers van ongedocumenteerden. Ja, ze kunnen beboet worden, maar ze hebben vaak ook een gêne van ik heb een ongedocumenteerde werker. Want dat is bijna een synoniem aan uitbuiting. Maar je zou in je beweging ook moeten maken dat een fatsoenlijk werkgever, die beoordeel je op hoe die de werknemer behandelt. En dat moet een eigen kracht krijgen. Dus ook weer een werkgever van een ongedocumenteerde kan een fatsoenlijk werkgever zijn als je. Maar dan zijn de normen, goed betalen, vakantiegeld, et cetera. Want daar moet je een onderscheid in maken. Omdat je in die beweging ook werkgevers moet hebben die zich die naar buiten zich durven profileren. Ja. Ja, dus de werkgevers die zich ook laten zien van ik doe het wel goed, dit en dit is wat ik doe. Dus een soort rolmodelfunctie. Ja, oké, dank u wel. U had. Ja,
Jullie hebben veel programma's die met VPRO tegenlicht werken. En dit idee, als je dat echt onder het Nederlandse volk wil verspreiden, denk ik dat het een weg die twee kanten op kan gaan. Dat je niet alleen dingen voor VPRO hier doet, maar dat je ook tegen hun zegt van weet je wat, dit is een hartstikke leuk onderwerp. Kunnen je daar niet een groot programma over maken? En dan heb je 1 miljoen mensen die dat zien. Oh meneer, I like your thinking. Ik vind het heel mooi. En dat werkt trouwens ook voor de mensen hier ten aanzien van Pakhuis te Zwijgen. Ik kom hier regelmatig. Ik heb vorig jaar een idee voorgesteld aan jullie om daar een programma over te maken. En daar zijn jullie nu net mee begonnen. Geweldig. En hoe heet het programma? Dat is nu het onderwerp niet, maar... Oh, oké. Okay. Nee, dank u wel. We nemen het zeker mee. Femke, VPRO. Ja, laat. Ja, wat ik een beetje mis hier is de media en de betrekkenheid van de media. Als ik illegaal was hier in het land, dan zou ik geen klacht indienen bij de arbeidsinspectie. Ik zou toch überhaupt niet naar de politie gaan. En dat zou ik alleen maar doen als ik duidelijk ondersteuning heb van journalisten die daar regelmatig over schrijven. Anders zou ik daar niet dingen. Ik ga mijn eigen positie op het spel zetten. Kijk maar uit. Nee, dat heeft Natalia ook gezegd, dat daar heel veel angsten leven. Dus dat is wel een terechte opmerking die u maakt. Ik denk dat het heel... Ja, maar inderdaad, dus een duidelijke strategie vindt u heel belangrijk. En Clara Wichman gaat er waarschijnlijk mee aan de gang. Aniek, mag ik jou als laatste naar voren roepen? Ja. Ja. Wat je tot nu toe hebt gehoord, ze zeggen de media moeten nog bij betrokken worden. Wordt er strategisch nog iets gedaan door die mevrouw daarachter? Zijn het ideeën waar je nog iets mee zou kunnen doen of willen doen? Er zijn een aantal ideeën ook voorbij gekomen die wel volgens mij heel goed zijn. Die we ook wel eerder hebben besproken met de FNV. Dus iets van zo'n corporatie of bijvoorbeeld een broodfonds voor mensen die in de huishouding werken. Zoiets, hè, waar dan ook een potje is voor de migrant domestic workers. Dat als die ziek worden, dat daar iets georganiseerd kan worden. Dat vinden wij wel een heel erg goed idee. Maar natuurlijk gewoon strategisch procederen, ook om het op de agenda te krijgen. En als laatste politiek. Ik bedoel, zo meteen komen er weer verkiezingen. Welke partij heeft hier iets over in hun partijprogramma staan? Volgens mij tot nu toe, ze zijn nog niet geschreven, dus dit is het moment om jouw politieke partij in elk geval aan te schrijven en te zeggen van wat gaan jullie doen voor huishoudelijk werkers in Nederland? Hè? Wat gaan jullie daarover over de regeling dienstverlening aan huis zeggen? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de mensen die in die commissie zitten. Wie zitten er in die commissie? Wie zitten er in de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Kijk eens even wie daar zit en schrijf die mensen gewoon aan met je eigen ideeën over dit onderwerp. Dat helpt. En de media opzoeken? Ja, tuurlijk. De media opzoeken, meetwitteren, meepraten. Als mensen vanuit de FNV dingen delen, deel mee en zet het op de agenda. Maar ik denk dat het heel goed is om ook Kamerleden aan te schrijven en politieke partijen aan te schrijven, dat je dit een belangrijk onderwerp vindt. Ja. Nou, Aniek, hartelijk dank. We zijn aan het einde gekomen van deze avond. Mag ik een applausje voor Aniek de Ruiter, directeur van bureau Clara Wichman? Mag ik een applaus voor Niels Jansen, Anna Enzing, Mac Fijn en last but not least, Natalia. Ik wil u allemaal danken voor uw aandacht en ik wil u graag uitnodigen om beneden in de bar nog gezellig een drankje te doen. Hè? Ja, waarom niet? We kunnen nog even met elkaar napraten, met elkaar kletsen, een beetje kennis maken, een beetje netwerken. En ook voor de mensen thuis, hartelijk dank dat jullie er zijn geweest. En ik wens u nog een fijne avond.